Moet je opletten. Rustig hier in de gym. Even onthouden. 5 uur 's middags. Top. En door. Ja, ik heb weer nieuwe oogst, Camille. Dit is mijn oude oogst. Nieuw. Oud. Beetje groene gloed erover, zie je? Beetje rood-geelachtig. Verder ben ik helemaal klaar met gel. Verder ben ik vandaag boek aan het lezen. 6 kilo erbij hè, in 3 maanden. Yeah! Niet een heel leuk boek. Ik snap het echt wel hè, ik snap het wel. Ik snap heus wel, ik snap dit boek heus wel. Over waarom online advertenties niet per se werken. Interesting. Even normaal doen. Het is ook, als je schrijver bent en de hele dag aan het computeren bent. Ja, dan kun je gewoon geen goede vlog maken. Dat kan gewoon niet. Ja, dat is wat er gebeurt. Ben ik wat meer aan het schrijven, kan ik niet goed vloggen. Komende vlogs even over planten. En even over wat boeken. En een beetje over vliegtickets. Ja. Ja, daar gaan de volgende over. Dus kortom, eigenlijk waar het hele jaar over gaat. Vanmiddag weer podcasten. Zin in. Tegenwoordig doen we het altijd vrijdagmiddag. Altijd livestream. Dus je kunt, als je abonneert op dit kanaal, krijg je een melding. Tenminste, je moet volgens mij ook iets van een belletje aanklikken, weet ik veel hoe het werkt. En dan, of anders kun je gewoon denken, oh, vrijdagmiddag livestream. Even kijken of hij al aangekondigd is. Meestal doe ik het begin van de middag aankondigen en dan gaan we rond 4 uur livestreamen. Doe je je voordeel mee. Niks over. Dit is niet de beste manier van gemberbier maken of kurkuma bier maken. Dus ik heb wat besteld. Komt vandaag binnen. Misschien zien jullie het nog in deze video. En anders in de volgende.